iedereen, het is vandaag maandag 25 juli en mijn vlog is bewerkt, hij is geüpload en alles. En ik zit nu aan de allerlaatste aflevering van de serie die ik aan het kijken ben. Hij duurt nog 13 minuten en dan heb ik de serie volledig afgekeken. Vandaag is niet echt een geweldige planning of zo. Ik heb niks op staan wat ik ga doen. Misschien met mama dadelijk eventjes naar het kruidvat, want ik had jullie comments gelezen dat ze daar ook screen protectors hebben voor mijn telefoon. Dus wil ik daar eventjes gaan kijken of dat zo is. Ik heb mijn make-up al gedaan, nog eens gewoon mijn everyday make-up. Mijn mascara en mijn geliefde lipstick van Essence. En dat is deze, voor degenen die dat niet weten, 01 Coral Calling. Een heel mooi zomers kleurtje. Dit is wat ik vandaag aan heb. Een roze topje, geen idee van waar dat komt. En een broekje van de Push & Pull. Ik heb mijn haar gestyled en ik heb het gisteren dus gewassen omdat we zijn gaan zwemmen. En verder weet ik nog niet echt wat ik ga doen, maar dat zal ik nog wel zien. We zijn nu in een schoenenwinkel gaan even kijken voor wat sandalen voor nu in de zomer. Dus ja, dat gaan we nu doen. Ze hadden geen screen protector voor mijn telefoon, dus ik ga even een nieuwe concealer kopen. Ik heb even een lip liner voor mama. Ik ben nu voor een concealer aan het kijken, maar ik vind geen in mijn kleur, dus even verder zoeken. Ik heb me net klaargemaakt, ik heb me aangekleed, ik laat zelfs mijn hele outfit zien. Ik ga nu mijn haar een beetje bijwerken en dan mijn make-up doen, dat ga ik jullie uiteraard laten zien. En dan kunnen we zelfs naar de cinema vertrekken. We gaan The Conjuring 2 kijken, die film waar ik met Sophie niet binnen geraakte. Ik denk dat ik er nu wel binnenkom, omdat mijn zus erbij is, zij is 23. En normaal gezien zou je met een volwassene wel binnen kunnen komen. Moest dat niet zijn, dan gaan we denk ik Jungle Book kijken. Moet ook een hele goede film zijn, die is opnieuw verfilmd, maar dan met echte mensen. Dus ja, dat laat ik jullie onderweg allemaal weten hoe en wat en of we uiteindelijk binnen zijn geraakt in de horrorfilm. Maar eerst klaarmaken. Zo, ik ben helemaal klaar. Ik heb mijn make-up gedaan. Het enige speciale is dat ik oogschaduw op heb. Ik heb, ik weet de naam niet meer, maar het is een kleur uit het Naked Palette. Ik heb gewoon één kleur gebruikt. En dit is wat ik aan heb. Een wit topje van de Zara. Een zwart shortje, een Push & Pull met zo van die scheuren. En mijn nieuwe schoenen, die zal ik eventjes te goed laten zien. Ik heb de sandalen gekocht, heb ik jullie laten zien. En dan gaan we zo meteen vertrekken naar de bioscoop. Dit zijn mijn nieuwe sandalen. Ik ben er heel erg blij mee. En als je het zo langs boven filmt, ziet het er altijd een beetje raar uit. Omdat ik voeten in het algemeen niet echt iets heel moois vind. Maar ik ben er heel erg blij mee. Dus die heb ik nu aan op mijn outfit. Zo, we zijn bij de cinema. En hopelijk raken we deze keer wel in de film. Maar ik denk het wel. Dus, yay! Ik zit nu in de cinema. Jullie zien me niet meer goed. Maar oké, we zijn binnengeraakt bij The Conjuring 2. En ik heb bladwater genomen en zoutchips en nu wachten tot de film begint. This one still haunts me. Het is 20 na 11 en ik en mijn zus zijn terug van de film. We zijn dus The Conjuring 2 gaan kijken. Het is een horrorfilm. Ik heb deel 1 ook gezien. En ik vond het echt wel een goede film. Ik ben er dus nu wel binnen geraakt. Ik denk omdat mijn zus erbij was of zo. Ze hebben dit keer wel niet mijn pas gevraagd of iets. Maar in ieder geval kan je de film aanraden. En je kan hem ook gerust gaan kijken als je deel 1 niet gezien hebt. Want het volgt eigenlijk totaal niet op elkaar. Dus wil je The Conjuring 2 gaan kijken, maar twijfel je van moet ik daarvoor ook 1 gezien hebben? Dat hoeft niet. Ik weet niet of die op Netflix staat het eerst.
eerste deel. We hebben hem gewoon gezien eens op tv. Maar ik zal eens even nagaan of hij op Netflix staat. Maar ik ben niet zeker. Hij was heel erg leuk. We zijn uiteindelijk niks meer gaan drinken. Omdat het cafeetje langs de cinema zat echt gewoon niemand. En het is super stom als je daar als enige zit. Het is wat gezelliger als er wat meer mensen zijn. Dus dat zijn we niet gaan doen. Ik heb al voor de helft mijn pyjama aangetrokken. Dit blusje. Maar ik heb wel nog mijn shortje aan. Ik moet mijn make-up er nog, afhalen. Ik ga kijken wat ik nog ga doen. Ik heb dus Jane the Virgin uitgezien. Dus een serie kijken is al geen optie. Ja, ik ben nog met een andere serie bezig. Suits. Daar was ik al een hele tijd geleden. Volgens mij mijn paasvakantievlogs zeg ik daar wat over. Maar verder heb ik niet echt nog iets. Pretty Little Liars. Ben ik nog steeds aan het wachten. Op Netflix is het nieuwe seizoen nog niet. Op Popcorn Time wel. Maar ik heb alleen maar Netflix. Dus daar moet ik denk ik nog heel lang op wachten. Want ik had gezien op Facebook en zo dat het echt nog lang ging duren voor het volgende seizoen op Netflix zou komen. Dus dat is super jammer, maar oké. Ik ga dus nu even mijn make-up eraf halen en mijn pyjama aantrekken. En dan zie ik nog wel. Het is 12 uur en ik lig in bed. Ik heb mijn make-up eraf gehaald. Ik heb nog een beetje op mijn telefoon gezeten. Maar ik ga nu slapen. Ik hoop dat jullie de vlog vandaag leuk vonden. Vergeet je niet te abonneren hier beneden als je het niet gedaan zou hebben. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!